U heeft borstkanker. Het is de boodschap die 1 op 8 vrouwen en 1 op 800 mannen zal krijgen in hun leven. Tijdens de behandeling zal de tumor verwijderd worden samen met de schildwachtklieren. Als er kankercellen in deze klieren zitten, heb je waarschijnlijk chemo- of radiotherapie nodig. En om deze belangrijke klieren in beeld te brengen, hebben we een contrastmiddel nodig. Dit brengt weefsels beter in beeld op een scan. Maar de huidige methode heeft 3 grote nadelen. Het gebruikte contrastmiddel is radioactief. Niet ieder ziekenhuis heeft de nodige toestellen. En soms is er blauwe verkleuring van de borst die zelfs jaren kan blijven. In mijn doctoraat wou ik beter doen. Ik ontwikkelde een nieuw contrastmiddel om de schildwachtklieren te detecteren. Hoe dan? Met nanokristallen. Dat zijn onvoorstelbaar kleine bolletjes, wel 10 miljoen keer kleiner dan een tennisbal. Tijdens mijn onderzoek vond ik dat mijn nanokristallen de juiste klieren in beeld kunnen brengen, voor en tijdens de operatie, maar dan met standaard ziekenhuistoestellen en dan ook nog eens sneller en accurater dan de huidige methode. Momenteel voeren we een eerste studie uit op varkens dat ons meer info zal geven over de nodige dosissen en over veiligheid. En om dan de stap naar mensen te nemen, hopen we in de nabije toekomst een bedrijf op te richten en zo ons ultieme doel te bereiken. Een veilige en toegankelijke behandeling voor iedere patiënt met borstkanker.